Yo mensen, leuk dat je kijkt naar een volgende vlog. Ik maak me een beetje gehaast, aangezien ik hier midden loop in New Delhi. We zijn hier nu 3 dagen. Fucking chaos. Ik probeer je wat van te laten zien op de achtergrond. Beetje auto's, beetje tuk-tuks. Lekker. Ik heb een paar van die gasten ontmoet. Jamie, say hi. Hallo. I'm filming. In ieder geval, ik loop ook gewoon werkelijk over straat, die is fucking gevaarlijk. Op dit moment zijn we aan het lopen naar de treinstation. En proberen we een trein te gaan boeken naar Amritsar. Maar we hebben niks geboekt van tevoren. Wat je wel schijnt te moeten doen, een week, 2 weken, 3 weken van tevoren. Want dat doen alle Indiërs. Maar dat hebben wij allemaal niet gedaan. Dus we gaan een beetje op goed geluk gaan we erheen. Als we geen trein kunnen vinden, dan doen we een bus. Oh. Let's go! Someone, er bloedt daar even iemand, maakt helemaal niet uit. En nu lopen we het vast door de tuk-tuk zijn. In ieder geval, wat was ik aan het vertellen? We hadden echt super veel pech, de vlucht ging super goed. Maar toen bleek dat de backpacks nog in Oman waren. Dus we hebben eigenlijk 1,5 dag in hetzelfde koffie gelopen. Zonder backpacks. Nou, uiteindelijk gebeld met Oman, dat was allemaal geregeld. Inmiddels, eeuw, this way! En kijk, zo zien de bussen eruit trouwens. Fucking chaos, joh. Ja, we left. Ja, voor de New Delhi. Ja. Hij wil nog even een foto van een New Delhi bord. In ieder geval, nou, backpacks waren er op een gegeven moment inmiddels. En tuft even iemand bloed. Tuft even iemand bloed op de grond. Backpacks waren en toen hebben we eigenlijk een aantal tempels gezien. Waar ik ook wel wilde vloggen, maar dat kwam telkens ging of lukte dat niet, of dat was allemaal moeilijk. Als je foto's wil zien, dan moet je even naar mijn Polar Steps link gaan. Die zet ik in de beschrijving. No, thank you. Die zet ik even in de beschrijving. En dan kan je in ieder geval een aantal foto's zien van wat we hebben gezien in New Delhi. Ja, tot zover. Ik heb vanmorgen 5 keer overgegeven, omdat ik me helemaal de tering helemaal kut voelde. Nu gaat het gelukkig weer wat beter. En ik ben een beetje over mijn cultuurshock heen. Het is fucking druk. Iedereen lult aan je hoofd. Iedereen roept je, schreeuwt naar je. Het is echt super chaos. Maar goed, daar ben ik een klein beetje overheen. Ook middels door deze gasten. Gaat dat een stuk makkelijker. Wij gaan even het treinstation in. We hopen iets te boeken. En vanavond bij Amritsar te zijn. Dat is in het noorden van Pakistan. Of tegen de grens van Pakistan aan. En dan heb je een mooie Golden Temple. Maar je kan ook, ik ga nu gewoon weer dwars over straat. En dan kan je ook een dag vluchtelingen opvangen. Dus dat willen we eigenlijk heel graag doen. Ik hoop een volgende vlog daar te maken, maar ja, ik weet het niet zeker. We ready? Mama, zo is dat steeds. Nou, Esther die staat nog midden in de traffic. Oh, tuurlijk, staat gewoon even midden op straat een fotootje te maken. Nou, ik loop er zo bij. Oh, we have to see. Oh, we're making a photo. Ja. Yeah. Oké, nou goed jongens, ik zie jullie volgende keer. Ja, laat me even weten in de reacties wat je graag wil zien. Of je meer van dit soort cultuurdingen wil zien. Of juist, juist tempels en dat soort dingen. Ik ga nog een foto maken en de trein pakken. Ik zie jullie volgende keer. Joe!